Dit is oefening 8 en die is voor een elastisch middenrif. Ik hoor vaak van mensen, ik heb aan het einde van de zin geen adem meer. En ik kan je vertellen, dat ligt eigenlijk niet aan de hoeveelheid adem die ze inademen, maar wel aan de grootte van de adem. Wat mensen denken is dat je praat, dat je dan als in een accordeon, dat je dan helemaal moet inademen en dan praat je en dan adem je alles weer uit. Maar we hebben net al gezien dat je voor praten maar heel weinig lucht nodig hebt. Dus je zit met al die ingeademde lucht en die blijft je maar dwars zitten. Dat moeten we helemaal niet hebben. We moeten kleine beetjes adem. Je hebt wel wat en je gaat met een elastische beweging tussen de zinnen door, die altijd kleine gaatjes hebben en wat je ook helemaal niet merkt, dat je zo af en toe kleine hapjes neemt. He, hoor je het mij nou doen? Dat ik niet doe. Het is ook helemaal niet erg dat je af en toe kleine hapjes neemt, maar overigens hoor je ook nu meteen dat als ik dat ga doen dat mijn stem heeser wordt. Misschien wordt het wat ingewikkeld, maar goed. Het gaat er dus om dat je niet een heleboel in en een heleboel uit moet doen, maar kleine hapjes. Nou, hoe werkt dat? Je kan dat voelen als je je middenrif elke keer met een soort impuls naar buiten laat gaan. Dat oefen je met de stoomlocomotief. Je doet je keel goed open, je doet je kaak open, je laat de ruimte in je longen, hou je bewust, naar je middenrif toe en je doet shh, 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 shh. En je voelt, je gaat niet inademen tussendoor, maar je voelt als het ware elke keer de impuls op je middenrif. Probeer het maar. Je kan ook sneller gaan. Dus daar gaat hij. Shh, 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 shh. En ik kan je eindeloos volhouden. En je voelt jezelf steeds sterker en stabieler worden in die adem. Je zal ook merken dat als je dit gaat proberen terwijl je eerst een heleboel lucht inademt. Shh, shh, shh. Dat die echt ondoenlijk moeilijk wordt. Dus het gaat echt om die ruimte en niet om de volume wat je maakt. Deze techniek geeft je ruimte op je middenrif en ruimte in je klankkast. Dat heeft ook effect op de klank van je stem. Dat zei ik net al. Je kan dit voelen door het woord lift. Dan wil ik dat je heel sterk, die L heel sterk tegen je gehemelte doet. En die F echt zo hard dat je bijna witte lippen krijgt door je tanden. En die T, die spuugt een beetje. Dus het is een heel stevige articulatie. En daartussendoor zit die E. En die valt helemaal diep in je buik. En het klinkt als volgt. Lift, 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 lift. En je ziet, tussendoor hoef je niet te doen. Het valt er vanzelf in. Het is een beetje en je hebt een goed geluid. In plaats van lift, lift, lift. Waarbij die lucht naar buiten duwt en die stembanden uit hun verband duwt.